Hey Simmers en welkom bij het tweede deel van de Sims 4 Jungle avonturen. Ja, het klopt, het is een nieuwe Let's Play en het is de tweede aflevering. En als je de eerste aflevering nog niet gezien hebt, allereerst, klik dan op het linkje hier rechtsboven in beeld. Want dan kan je die ook kijken en dan weet je waar het over gaat, hoe we hier zijn gekomen. En nou ja, dan hoef ik ga het wel uitleggen, maar dan kun je het voor jezelf zien. We zijn aangekomen in Selvadorada. En we zijn hier met Ayla, die is hier even de behoefte aan het doen. En we zijn hier met Maggie, haar oma. Gisteravond heel laat zijn we aangekomen. Het is inmiddels bijna 10 uur 's ochtends. En we zijn redelijk uitgeslapen. Ayla heeft nog een beetje een jetlag. Maggie heeft nergens last van. Maar het is denk ik wel tijd om even wat aan ontbijt te gaan maken. En nu kunnen we natuurlijk gewoon gaan koken, maar het is... Luister naar me. Het is natuurlijk veel leuker als we wat gaan grillen. Dus ik denk dat we gemengd fruit gaan grillen als ontbijt. Het klinkt wel als een cool ontbijt. En ja, dit is toch super tof. Want kijk nou even hoe goed dit eruit ziet. Ja, en dit is dus een nieuwe barbecue van dit pakket. Waarin we kunnen barbecuen op een ton. Echt zo'n ouderwetse... Ja, op zo'n vat. Dat is echt leuk. Laten we haar dat even doen. En gaan we ondertussen even kijken met Maggie. Die slaapt nog. Die heeft ook honger. Maar die moet ook wel naar het toilet. Dus als we even gaan plassen. Dan kunnen we aan onze dag beginnen. En kijk, voor een oma ziet ze er toch ontzettend goed uit. Dat moet je wel toegeven. Als ik zo oud ben als zij, dan wil ik er ook nog zo uitzien. Ik weet niet wat Maggie nu hier gaat doen. Maggie, wat doe je? Of Ayla bedoel ik, wat doe je? We hebben net toch fruit gegrild? Gaan we dat nu uit de koelkast pakken? Is dit ons gegrilde fruit? Ik snap niet hoe dat ineens in de koelkast is gekomen, maar ik vind het prima. Ontbijttijd. En dan gaan we daarna eens even op verkenning. Maggie, dat is niet de goede manier om naar buiten te lopen. Oh, dit is ook echt buiten. Dit is echt apart. Het toilet. Dat vind ik wel leuk. Dat je echt buiten om moet om daar te kunnen slapen. Ik heb nog geen beestje gezien. Dit appartement zou ook beestjes moeten hebben. Maar hier heb je de beestjes. Oké, dus we zijn even aan het ontbijten met z'n tweeën. Nou, het ziet er toch gezellig uit. Het is onze eerste dag in de jungle. Dit gebouw heb ik gisteren echt compleet gemist. Is dat een hond? Zit er een hond in de jungle? Verdomd, er zijn ook gewoon honden in de jungle. Nou, wie had dat gedacht? Ik niet. Oké, we gaan even met elkaar praten. Zullen we even bespreken wat we vandaag gaan doen? Maggie is gestoord, dus we kunnen wel even wat gekke bekken trekken. Daar gaan ze ook voor staan, hoor. Ben ik blij dat ze dat doen. Maggie heeft gisteravond al aangepakt met Matteo. Een van de plaatselijke jongvolwassenen, dus van Maggie's leeftijd. En die is vooral geïnteresseerd in... ook het mannelijke cultureel erfgoed wat hier rondloopt. Maar zij wil wel jungleverkenner zijn. Dat beeld bekijken wat we in de vorige aflevering gedaan hebben. Dat was dus een wens. Dus dat is top. We willen spullen kopen. En een Selvadoriaanse maaltijd eten. Dus dat gaan we doen. Maar we zijn hier natuurlijk eigenlijk voor Ayla die archeoloog wil worden. Dus we moeten opgravingen doen. En een artefact uit een modderklont blootleggen. Dus ik denk dat als we straks genoeg hebben gegeten, wat zo te zien wel op zich nu zo is, dan kunnen we erop uitgaan. Ik denk dat Maggie dit gewoon meeneemt. Hier, Maggie, neem dit even mee. Zo, oké, en dan gaan we even reizen. Met Ayla uiteraard. Want dan gaan we gewoon, we gaan beginnen. Dit eerste, ja, we zijn natuurlijk vorige aflevering ook begonnen. Maar onze eerste echte verkenning naar de, wat hier is. Volgens mij moeten we dus wel hier zijn voor de markt. Marktplaats. Ja, we gaan wel hierheen. Ik denk dat we dan wel goed zitten. Gaan we kijken wat we kunnen kopen. Want het lijkt me eerst een goed idee om wat proviant in te slaan. Voor als we in de jungle gaan reizen. Als we op avontuur gaan. Want ja, ik wil natuurlijk niet dat we dan ineens verdwalen en zonder eten komen te zitten of zo. Dat zou best wel naar zijn. Dus we gaan even naar de markt. En we zijn bij dezelfde bar als waar we gisteravond waren. Of in het laatste deel in elk geval. Ik neem dit na elkaar op, vandaar dat ik dat zeg. Maar zo te zien hebben we hier de markt. Dus daar kunnen we even heen gaan. En Maggie had volgens mij nog niet zo goed gegeten. Ze heeft nog wel een beetje trek.
Nou, we gaan straks wel zelf door als een maaltijd kopen. Hier kunnen we niks kopen, denk ik, want leegruimen, oké. Okay. Oeh, wat een messen. Maar staat hier ook iemand bij? Hoort hier ook iemand bij? Even kijken, wie ben jij? Hoor jij hierbij? Ben jij van het kraampje, Fatima? Oh, ze bestelt zich ook aan als voor. Oh, hier komt iemand. Kijk eens aan. Nou ja, aangezien Maggie dingen wilde kopen, laten we dit Maggie maar doen. Archeologietafel kopen. We kunnen het hele ding kopen. Oké, laten we onderhandelen. Ik denk dat Maggie wel eens iemand is die meteen gaat afdingen. Die gaat niet... ja, oh, wat een liefde. Ja, die zou niet gewoon accepteren dat een bepaalde prijs is. Die zou gewoon meteen afdingen op iets. Dus we gaan kijken of we een goede deal kunnen krijgen. Ik denk niet dat ze ons nog aardig vindt. Zo te zien niet. Oké, nou ja. We kunnen inventaris bekijken. Oh. Blijkbaar is dat niet de bedoeling. Dit is voor mij nieuw, dus ik moet ook nog even kijken wat hier... kan. Verkenningsspullen kopen dan maar. Ik denk dat dat dan een goed idee is. Oh, hier staan dingen die we kunnen kopen. We moeten gewoon op de dingen klikken. Oh, oké. Oh, kijk. We zijn bij de verkenningsspullen kopen. Oké. We hebben aromatisch uurtje kinderviool. Waarom? Waarom? Gewoon waarom? Even kijken. Waarom kunnen we een kinderviool kopen? Weet je wat? Ik koop er gewoon één. Het zou me dus niks verbazen hè, als we straks ergens in een tempel staan en iemand vraagt een offer en we moeten een kinderviool offeren. Kan geen kwaad. Oké. Even kijken. Kampvuur. Zullen we het kopen? Het is wel duur, hè? Draagbare koelbox. Akoestische gitaar. Nee, ik wil toch geen kinderviool. Ik vind het onzin. Archeologie deel 1. Kijk, dat is nou wel een goede om te hebben. Dan hebben we allemaal huisdieren, spullen... Dat is een beetje onzin, denk ik. Dieren. Want we hebben geen dieren, dus dan kunnen we wel een bed kopen, maar... even kijken. Hut in een zak. Hut in een zak. Een tent zijn dat allemaal. Ah, laten we ook een tent kopen. Dat is op zich ook wel nice. Even kijken. Pop-up archeologie werkbank hebben we al. Simpele kampeertent kunnen we ook nog. Kunnen we hier ook met meerdere mensen in? Misschien is dat beter als we een simpele kampeertent hebben in plaats van die enorme. Die scheelt namelijk ook nogal wat geld. Even kijken. 2-persoons luchtkusser. Hebben we ook gewoon een slaapzak? Dat wil ik eigenlijk. Ik denk niet dat we een slaapzak hebben. Nee, oké. Kampvuur, die ene was 400 en die andere is ook 400. Nou ja, weet je, maakt niet uit. Kampvuur kopen we ook. En weet je wat, we kopen ook een lantaarn. Nu kunnen we kamp opzetten, dat is op zich toch wel nice. Ja, even kijken. Ja, coolbox, nee, ik vind het is goed zo. Genoeg spulletjes. Bedankt voor je aankoop. Dus we hebben nu in onze inventaris hebben we al die spullen. Nou, kijk eens aan. Maar ik zag hier ook nog dingen. Dus misschien even kijken wat dit is. Waterval in een flesje kopen. Ja, dat kunnen we ook wel doen. En even kijken. Dat kan Ayla ook wel doen. Waterval in een flesje. Wat is dit? Plasma aas. Oké, wil ik ook hebben. Plasma aas. Kunnen we altijd wel gebruiken. Wat is dit? Ook plasma aas. Plasma aas. Hebben we nog meer aanbod? Wat is dit voor bloem bijvoorbeeld? Laten we die ook kopen. Het komt vast van pas. Ik kan vast geen kwaad om het te hebben. Ik ben altijd zo iemand die gewoon alles wil. Oké. Dus we hebben wat spulletjes. Misschien is het dan ook een goed idee om wat eten te bestellen. Traditioneel eten. Wat zullen we gaan doen? Zoveel keuzes. En ik heb gewoon alles geen idee hoe ik het uit moet spreken. Dat is eigenlijk waarom ik niet kan kiezen. Omdat ik het niet wil slecht voor uitspreken in de video. Even kijken. Pastel de Palmito. Ik denk dat kan ik uitspreken. Die gaan we nemen. Maar wil Ayla ook wat eten, denk je? Nou, zij zit nog best wel vol. Dus ik ga haar even overslaan. Maggie heeft alweer bijna trek. Dus dat kunnen we wel doen. Wat Ayla wel kan doen is alvast even naar nieuwe voorraad vragen. Want ja, wie weet komen er nog nieuwe dingen die we nodig hebben. Ik weet niet wie dit is. Mia Valdez. Zij is de marktverkoper. Dus ja. Goed om te weten of er nog nieuwe dingen komen. Want dit verschilt dus per dag.
Oh ja, dat staat hier ook. Het is niet bevallen dat we terug moeten komen. Nou ja, oké. Dat komt dus later wel. Eens even kijken wat we nog meer kunnen doen. Deze ziet er ook uit als een toerist. Dit is geen local volgens mij. Nancy. Oh, is Nancy Landgraaf. Wauw. Oké, wie is dit? Bjornbergse. Oh ja, het zijn allemaal mensen uit het dorp ook die hier gewoon zijn. Kijk hoe mooi het is. Ik vind het echt nice. Oké, ons huisje is dus daarachter ergens. Ja, zijn we al klaar om de jungle in te gaan, though? Ik weet niet of we zijn nog op zich best wel moe. Als het goed is, komen er later ook wel dingen waarmee we onze vermoeidheid beter kunnen maken. Maar aangezien we wel een tent hebben gekocht, we zijn beschaamd. Waarom? Oh, mislukte onderhandeling. Nou, weet je wat? We gaan er gewoon voor. We gaan gewoon beginnen met die verkenning. Ik bedoel, we laten er geen gras over groeien. We hebben gekocht wat ze op dit moment hadden. En dat moet maar gewoon even genoeg zijn. Dus we kunnen nu alleen hierheen. En dan gaan we al deze plekken hopelijk verkennen. Alles waar een vraagteken bij staat, dat wordt als het goed is vrijgespeeld door ons. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Ja. Go, go, go. Oké. Bellomisia-pad. Ook heel mooi. Ik ben meteen in de jungle. Oh, wauw. Ik geef jullie even een cinematografische overzicht van waar we nu zijn. Even gewoon kijken wat hier is. Volgens mij is hieronder. Zou hier water zijn? Spannend. Ja, er is water. Oké, dus dit is een rivier. En ik zie daar al allemaal tempeldingen. Ziet er super tof uit. Hier, dit ook. Dit is waar we zijn. Oké. We zijn geïnspireerd door deze plek. Oh, omdat we naar de wolken aan het kijken zijn. Even kijken. Dit is nog een toilet. En we kunnen daar ook nog douchen. Dus moet een van ons nog douchen? Ayla, ja, kan op zich best wel even gaan douchen. Want je bent best wel vies. Even opfrissen in elk geval. Liggen hier nog spullen die we kunnen gebruiken misschien? We hebben hier ook lampen. Ja, kijk hoe mooi het is. Ik vind het echt de mooiste wereld tot nu toe. Maar ja, misschien komt dat ook wel omdat ik nu weet wat er is. En Maggie is al aan het kijken wat er voor dorens zijn. Die gaan we straks natuurlijk bekijken. We gaan even de checklist ter voorbereiding lezen en de waarschuwingen over gif lezen. Voordat we wat anders gaan doen. Even kijken of een van die twee ook... Ja, niemand van hun wil volgens mij iets... Ja, valstrikken onderzoeken. Nou ja, Maggie wil de jungle verkennen. Dus in principe kunnen we best wel het pad vrijmaken met de kapmes. Oh, ik klikte het zo weg zonder te lezen. Wacht, pauze. Ik wil zoveel dingen tegelijk. Dat lukt niet. Oké. Het is belangrijk om je voor het avontuur met de juiste uitrusting voor te bereiden op de vele gevaren in de jungle. Kijk bij de marktverkopers om te zien wat zij voor handige voorwerpen verkopen. Het aanbod verandert voortdurend, dus ga vaak kijken. Oké, en raadpleeg voor vergif en plaatselijke sim. Oké, dus gewoon het beste advies. Zorg dat je niet vergiftigd raakt. Dus ik moet dit natuurlijk wel vastleggen, want dit is wel tof. Oké, we gaan verder. Maggie is hartstikke druk bezig met het vrijmaken van het pad. En je kan dit pad dus ook vrijmaken met je handen. Dan heb je daarna zere handen. Maar aangezien we al die messen al hebben, lijkt dit me een goed idee. Oh, de Salvadoriaanse keuken was overweldigende smaak. Dat hebben we ook nog meegekregen. Even kijken. Kunnen wij ook nog het pad vrijmaken? Kunnen ze dat met z'n tweeën tegelijk doen? Want dit is onze eerste stap naar het verkennen van de jungle, jongens. Kijk, het is gelukt. Oeh, daar gaat Maggie. Oh, spannend jongens. Maar we kunnen er niet meteen in. We moeten natuurlijk eerst nog wat vragen beantwoorden voordat we er doorheen kunnen. Kijk, vlees eten en planten. Oh, dat begint al spannend. Maggie heeft het geweldig naar haar zin in de jungle als ze ineens een sim vlak in de buurt hoort gillen. Ze sprint richting het gegil en ziet een sim die door een vleesetende plant wordt aangevallen. Wat moet ze doen? Oké, sim pakken en rennen. Voor afleiding zorgen. Er staat bij een hoger niveau van de handigheidsvaardigheid. Levert betere resultaten op. Nou, aangezien we echt nul handigheidsvaardigheid hebben. Omdat ik deze sim speciaal heb gemaakt voor deze let's play. Denk ik dat dit een heel slecht idee is. Plant verwarren met spinnenverdelger.
Aangezien we een oma zijn. En waarschijnlijk niet even iemand op kunnen tillen en kunnen rennen, ga ik voor plant verwarren. En we hebben die spinnenverdelger toch. We hebben er ook nog één. Dus dat gaan we doen. Maggie probeert wanhopig te bedenken hoe ze de andere Sim kan helpen. En besluit om met spinnenverdelger te proberen. De gok pakt goed uit. We zijn nog niet dood. En de plant glibbert weg. De andere Sim is zo dankbaar dat hij Maggie een aantal dingen geeft die hij heeft verzameld. Super nice. Oké. Dus we zijn en verder gekomen als het goed... Of we moeten nog meer vragen misschien beantwoorden. Maar we hebben in elk geval al wat spulletjes. Eens kijken. Wat hebben we? Vuurstenen had ik. Oh, fossiele stenen. Wauw. Oh, daar zal Ayla wel blij mee zijn. Trouwens, het is wel... Dit boek wilde ik nog aan Ayla geven. Want dat kan zij dan alvast gaan lezen. Archeologie. Dat is nice. En waar is Maggie eigenlijk? Kunnen we er al heen? We zijn er doorheen. We kunnen hier al helemaal... Oké, wauw. Dus Ayla kan hier ook heen komen. Stop maar met lezen. We zijn in het volgende deel. Dus even kijken waar we nu zijn. Oh, we zijn bij de mooiste waterval op aarde. Oh, wauw. Oké, ik wil hier ook een selfie maken. Ik wil hier op de brug een selfie. Super cool. We zijn ongemakkelijk, want we zijn nu alweer super moe. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het uitzicht. Dus even kijken. Want ja, dit is natuurlijk ook gewoon... Ze zijn wel bezig met hun archeologie... Wow, het is echt moeilijk. Vaardigheid. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon een familietripje. Dus... Maar dat kan zeker niet op de brug. Dat is wel jammer. Nee, dat is de verkeerde kant op. Jullie doen het niet goed. Jullie doen het fout. Nou ja, oké. Oh, nee. Oh, dit is heel moeilijk. Nou, weet je wat? Jammer dan. Ik maak zelf wel een foto van jullie. Even kijken. Oh, ik ga helemaal omlaag. Oh, dit is heel moeilijk. Ik wilde gewoon voor de thumbnail, jongens. Wilde ik gewoon een mooie foto maken en dan laat maar weer. Het wordt helemaal niks. Jullie zitten waarschijnlijk echt te denken van waarom is hij hier zo lang mee bezig? En dat is terecht, want het duurt ook veel te lang. Dat geef ik toe. Oké, klaar. Klaar, genoeg. Ik stop, ik beloof het. Oké, laten we verder gaan kijken. Moet je kijken wat een afgrond. Hier moet je echt niet indonderen. Ik zou dus nooit over deze brug durven lopen, hoor. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar... Maar even kijken wat we hier hebben. Volgens mij is dit een archeologie-ding. Duidelijke term, Jessie, heel goed. Ik denk dat we hier wel wat kunnen gaan opgraven, want ja... zo te zien is dit iets waar we iets mee kunnen. Dus dat gaan we doen. Ondertussen, terwijl Ayla daarmee bezig is, kunnen we alvast verder kijken. Want hier is de volgende poort. En die kunnen we misschien ook wel alvast proberen om open te maken. Als Maggie dan toch tijd over heeft, zo gezegd. Oh, kijk er gaan. Haha, dit is echt cool. Ja, ik vind het cool. Ik wil hier ook gewoon foto's van. Want moet je kijken hoe mooi het is. Ze worden ook meteen allemaal romantisch van dit gebeuren. Oké, maar we weten hoe het eruit ziet als je dat probeert open te maken. Ondertussen zijn wij flirterig door de watervallen. Opgraving aan het doen. We zijn er ook een foto van aan het maken. Die WhatsAppen we even naar onze vader of zo. Ik weet niet of we iets gevonden hebben. Oh jee. Een hele zwerm bliksembeestjes. Nee! Oké, wacht, pauze. Wat staat er? Ik wil dit eerst lezen voordat ik eraan dood ga. Als ze koers zetten richting Ayla, wensen ze zich dat ze wat isolatiepoeder bij zich had gehad. Of wat meer van de plaatselijke bewoners had opgestoken om met deze insecten af te rekenen. Oh jee, maar in plaats daarvan staat Ayla een schokkende ervaring te wachten. Nee! Kunnen we daar helpen? Ik denk het niet. Kunnen we onszelf helpen? Jongens, ik denk dat er niks anders op zit dan gewoon geëlektrocuteerd te worden dan door beestjes. Zijn we dood? Nee, hè? Oh, we zijn buzzed. Shit, serieuze schok gekregen. Als we dit meerdere keer achter elkaar hebben, dan kan je er dus aan doodgaan. Dus dat is niet iets wat we willen. Oeh, een slang. Abba, ik vind slangen heel naar. Ik ben echt als de dood voor slangen. Oké, kunnen we hier een tent opzetten, though? En is Maggie, hoe ver is Maggie al?
Die is hier rustig bezig. Die heeft helemaal niks meegekregen van de schokkende beestjes. Kan dat hier? Kunnen we die tent hier opzetten? Oh, we zijn er doorheen. Oké, dat gaan we even afwachten. Ondertussen kunnen wij wel gewoon doorgaan met de opgravingen. En hopen dat we niet doodgaan. Wacht, ik ga even opslaan. Oh, ik wilde opslaan. Zodat we, als we doodgaan, dat we nog terug kunnen. Maar goed, geheimzinnig ei. Maggie baant zich een weg door de jungle en struikelt bijna over een groot, vreemd uitziend ei dat gewoon op de grond ligt. Wat voor dier zou erin zitten? En wat moet Maggie doen? Gaan we het ei laten liggen? Dat is wel de veilige keuze. Gaan we een raar ei onderzoeken? Een hogere raketwetenschapvaardigheid levert betere resultaten op. Dat hebben we dus ook niet. Of met bloem het ei tikken. Oh, we hebben die bloem, hè? Ja, die had ik wel gekocht met het idee dat we die misschien konden gebruiken. Ja, ik weet het niet. Ik zeg, Maggie is nieuwsgierig. Met bloem op ei tikken. Buitenaards ei. Maggie drukt de bloem zachtjes tegen het ei. Ze is verrast wanneer het ei begint open te barsten en er een klein buitenaards wezen naar buiten kruipt, dat de bloem begint op te eten. Het wezentje is zo zachtaardig dat Maggie besluit om het mee naar huis te nemen. Supergoed idee. Ik zou ook een jungle beest meenemen. Ik ga toch even zeven voor de zekerheid. Oké, dus dat hebben we gedaan. Dat is gelukt. Oh, wow, er is vuur. Zag je dat? Ik weet niet, maar waar zijn we nu? Even om ons heen kijken. Want we hebben hier nog steeds die watervallen op de achtergrond. Dus dan kan je waarschijnlijk zien dat we hier... Net waren we hier. We zijn nu hierboven eruit gekomen. Kunnen we Maggie dan ook nog zien? Oh ja, hier is de brug. Dus Maggie is daar. Of Ayla is daar bedoel ik, sorry. Wij zijn nu hier. En... Wat, dit is de mooiste plek op aarde. Serieus. Wauw. Kijk dan naar dit uitzicht. Zo tof. Oké, waar is Maggie? Dus Maggie is hier. Ayla kan dan ook wel stoppen met graven. Misschien kunnen we ook hierheen gaan. Zouden we hier kunnen kamperen, Do? Even kijken. Of we die tent hier op kunnen zetten. Nee, zo te zien kan dat hier nergens. Dus ik weet ook helemaal niet of we die überhaupt hier neer kunnen zetten. Hey, dit is een boom. Boom van emoties bekijken. Dat wil ik. En ik wil hem ook oogsten. Ongeacht wat de gevolgen daarvan zijn. En daarna wil ik daarheen gaan. Want ik wil daar een foto van maken. Ja, wauw. Ik wil gewoon een heel vakantieboek maken met vakantiekiekjes van deze twee. Het lijkt me echt tof. Wauw, kijk dat licht ook. Oké, tuiniersvaardigheid geleerd. Nou, dat is ook nog mooi. Oké. Waar ben jij ondertussen? Oh, ze gaat niet zo hard. Oké, even sneller, want de zonsondergang is nu mooi. Oké, ik wil ook naar de wolken kijken. Even kijken. Naar de wolken staan met Maggie. Ik wil er gewoon bij liggen. Ja, dit is toch tof. Kijk nou, ik zou hier ook willen. Wie van jullie heeft ook zoiets dat hij hier wel heen zou willen, naar deze plek? Ik bedoel, dan kijken ze naar de wolken. Ik zou persoonlijk naar het uitzicht kijken, maar... En wie ben ik? Oh ja, nee, echt heel tof. Het is ook echt, je kan echt super ver zien ook. Ik ben benieuwd waar we nog meer heen gaan. Maar ik ben ondertussen alweer bijna 50... Oh nee, bijen. Nee, nee. Oh nee, eerst Ayla, nu Maggie. Een zwerm bijen daalt neer op Maggie zonder de Kusmalia Polenisbloem. Oh nee, heeft niks om ze af te leiden. Maggie... Oh, probeert Maggie een manier te vinden om een logische manier te slim af te zijn. Maar, oh, we zijn nog steeds aan ze... Oké, we zijn aangevallen door bijen. Volgens mij leven we nog. Ja, scherpe stekers door bijen te zijn gestoken. Weet je, ik denk dat we gewoon terug moeten gaan naar de accommodatie voor nu. Dat we moeten accepteren dat deze dag lang genoeg was. En dat we misschien nog niet klaar waren voor het jungleavontuur. Ik denk dat het een goed idee is als we nog een keer naar de verkooppunt gaan. En nog wat dingen gaan kopen. Zodat we beter voorbereid zijn op de jungle. Voordat het ook helemaal donker wordt en zo. We hebben trouwens ook nu deze alien. Levende ruimte inktvis. Super nice. We hebben krachtbessen. Wauw. Oh, dus dit zijn ook waarschijnlijk allemaal dingen die we... Blijbessen, plezierbessen. Wauw, dit zijn echt allemaal nice dingen. Dus dit kunnen we misschien ook wel gebruiken tijdens onze avonturen. Ja, echt tof.
Dus die hebben we ook nog erbij gekregen. Nou, super. Oké, screenshot. Ja, maar we gaan dus terug naar de accommodatie. Volgende aflevering gaan we verder met het verkennen van de jungle. Want ik vind het toch wel echt heel erg leuk. En ik ben heel erg benieuwd wat we nog meer gaan vinden. En ik verheug me er vooral op dat we uiteindelijk in een tempel terechtkomen natuurlijk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ja, als je deze video leuk vond, geef hem dan een like. En als je nog niet op mijn kanaal geabonneerd bent, abonneer je dan op mijn kanaal. Want dan hoef je nooit meer een video te missen. Ja, en dan blijf je dus ook op de hoogte van deze Let's Play. Dat wil je natuurlijk ook. Dus voor nu wil ik jullie... zeg het veel langzamer. Voor nu wil ik jullie in elk geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik ga nog even met hen teruglopen, maar dat zal ik jullie niet aandoen, die hele wandeling. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.